هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم الله الرحمن الرحيم. بيست برودرز، بيست سيسترز، بيست كايكرز. Ik wil jullie hierbij uitnodigen tot het inschrijven bij de opleiding Basiskennis Islam. Voor velen is het onbekend. IVU biedt al jaren verschillende opleidingen waarvan Basiskennis Islam. We hebben de afgelopen jaren met de wil van Allah en zijn leiding gezien dat zo'n klein cursus van 40 weken, elke week 4 uur, dat het leven van iemand kan veranderen. Vooral het stukje aqida. Wat wij bieden, geeft heel veel houvast aan de studenten. Dat ze gewoon zeggen van alhamdulillah, ik weet nu precies wat hoe ik moet denken en wat ik moet doen. Daarnaast krijgt ieder student uitgebreid de zaken over reinigen. Hoe hij zich kan reinigen, hoe hij zich kan kleine wassen, de grote wassen. Maar ook het stukje gebed uitgebreid. Met het reciteren van Surat al-Fatiha verbeterd op uitspraak, op alles. In zo'n klein cursus, al denk je 40 weken is nog voorbij. Maar met de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala en zoveel hebben we gezien dat heel veel studenten binnen kort tijd gewoon hun hele leven, hun hele leven is veranderd. Daarnaast wil ik wel zeggen dat vanaf volgend jaar dat er ook extra zaken worden toegevoegd naast wat wij hebben aangeboden de afgelopen jaren. Het stukje aqida, het stukje fiqh en het stukje rechten. Komt ook bij het stukje fiqh, hoe je je moet kleden als moslim. Het stukje eten, vooral omdat er veel vragen daarover zijn van buiten. Daarom zullen wij dat ook erbij toevoegen. Wat wel belangrijk, beste broeder en zuster, is dat je op kort termijn heel snel gaat kijken in de website van IVU, www.ivu.nl. En dan kan je afhankelijk van de stad waar je vandaan komt, kijken of er in jouw stad of in de stad daarnaast of dichtbij de opleiding wordt aangeboden. Het is heel makkelijk om zich in te schrijven. Ik zou zeggen, haast je. Je moet je haasten om zich in te schrijven. En wat ook belangrijk is, er worden allerlei regelingen getroffen voor de mensen die het moeilijk hebben met betalen. Er wordt zo zorgvuldig mogelijk gekeken naar alle mogelijkheden om toch geen enkel student te belemmeren van het volgen van zo'n nuttige opleiding. Wat wij en jullie vragen is dat jullie zo'n filmpje zoveel mogelijk liken of delen of bekendmaken bij vrienden en families. Want het is het goede waar je naartoe hoort te verkondigen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons daden en jullie daden accepteren.